Mevrouw Wekker, dames en heren, heel hartelijk welkom bij het speciale actualiteitencollege. Welkom namens Zoeterbeek-programma Sikam en Fox bij dit actualiteitencollege dat staat in het teken van de herdenking van het overlijden van Leon Wekker. Het eerste woord is, zoals dat altijd de gewoonte was bij het actualiteitencollege, aan Leon. Dames en heren. Zittend op een bankje met uitzicht op de Hofvijver zag ik hem over het water aankomen. De mij bekende torenkraai die al eens eerder een boekje over het Binnenhof had opengedaan. Hij had een formidabele kennis van Haagse zaken. Uit afgeluisterde gesprekken waar de National Security Agency u tegen zou zeggen. Met de provinciale verkiezingen in aantocht wilde ik zijn mening over de Eerste Kamer eens horen. Maar voor ik ook maar één woord kon uitbrengen, zei hij: het gaat toch door, de ontruiming, restauratie, opknapbeurt of hoe je het ook wil noemen van het hele Binnenhof, mijn torentje inbegrepen. Ik kom net van een protestvergadering waar zelfs mussen, spreeuwen, boomkruipertjes, twee roodborsten, een aalscholver, de ooievaar uit het Haags gemeentewapen, als mede een oehoe uit Purmerend acte de présence hebben gegeven. Stop even, vroeg ik hem. Ik wil iets weten over de Eerste Kamer. Die gaat ook door, aldus mijn gevleugelde vriend. Heel lang geleden, ik weet het van mijn bed-overgrootvader, die was erbij toen in 1815 die Eerste Kamer door koning Willem I werd ingesteld. Het was op aandringen van de aristocratie in de zuidelijke Nederlanden dat deze rem en corrector op de Tweede Kamer, de Volkskamer, gestalte kreeg. De leden werden door de koning zelf benoemd, die zo een indirect veto over alle wetsvoorstellen kreeg. En toen de oorlog tegen de Belgen in 1830 verloren was, hebben ze die Chambre de Réflexion niet opgeheven. Van Spijk heeft in der tijd de lont in de verkeerde kamer aangestoken. De zogenoemde Menagerie de Roi, zijn eigen dierentuin met politieke beesten, bleef bestaan. Gerrit, zoals mijn torenkraai zichzelf genoemd had, vertelde hoe hij in die tijd een van zijn verre voorvaderen een scheidlijster had gesproken, die van de macht des konings geen kwaad woord wenste te weten. Overigens, een toen invloedrijke heer Thorbecke had de Eerste Kamer zonder grond en zonder doel genoemd. En uiteindelijk zou de grondwetsherziening van 1848 inhouden dat in het vervolg de leden van de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer zouden kiezen. En zo is het gekomen, aldus Gerrit. Ze zitten hier maar één dag in de week en dat leidt uiteraard tot belangenverstrengeling. Want wat doe je de rest van de week als al het huiswerk gedaan is? Heden ten dagen is de Eerste Kamer zo ver politiek, vervolgde Gerrit, dat de ministers daags na de statenverkiezingen door de gangen van het Binnenhof lopen, balancerend met schalen vol bonbons, pruimtabak, gratis grasloten en een drankje in een ultieme poging Eerste Kamerleden over te halen tot ondersteuning van voor hen programmavreemde beleidspunten. Over die kabinetssteun van de Eerste Kamer wordt overigens vooral onderhandeld door de ministers met lijsttrekkers van de Tweede Kamer. Hoe vervreemd wil je het hebben? Halverwege een kabinetsperiode moet weer gezocht worden naar een meerderheid in de Eerste Kamer. En wat als die niet te vinden is? Kabinet weg, nieuwe verkiezingen en weer hetzelfde probleem. Als ik jullie een raad mag geven, zei Gerrit, weg met dat overjarig, wat zeg ik, overeeuwig gedrocht. De wijsheid van bedaagde senatoren kan de Tweede Kamer toch best zelf opbrengen. Zijn landen als Denemarken of Finland wegens afwezigheid van een Eerste Kamer onbestuurder, onbestuurbaar? Nee toch? Afschaffen die handel.
Geen woorden meer over vuil maken. Er zijn belangrijker zaken aan de orde. Nu de wolf onze grens heeft overschreden. En de eerste luchtmobiele brigade van IS, gesteund door Poetin en voorbereid door een grote horde oud-Syriëgangers, op het punt staat te landen op het Mali-veld. Dit, dames en heren, is het actualiteitencollege dat Leon Wekke op 16 maart van dit jaar uitsprak, toen wij het hadden over de relevantie van de Eerste Kamer. Het is vandaag een ander actualiteitencollege dan normaal. We hebben het niet over de politieke of maatschappelijke actualiteit van het moment die we laten becommentariëren door een van onze radboudwetenschappers. We hebben het over een heel dierbare collega die we verloren hebben. En die willen we vanmiddag gezamenlijk herdenken. Op nog een andere reden is dit een ander actualiteitencollege voor ons dan normaal. En dat heeft eigenlijk ook wel te maken met het ritueel dat zich zo afspeelde in het kwartier voordat het actualiteitencollege begon. De meeste van u waren er dan nog niet. De spreker was er meestal al wel. En wij stonden hier klaar om Leon op te wachten. En je zag me al aankomen schuifelen in een grote jas, grote das, heel veel haar, bril. Onmogelijk om hem te missen. En ik moest elke keer weer lachen als hij zo naar me toe kwam en met spottende oogjes zei: dag mevrouw. En vervolgens zo snel mogelijk ging zitten, want hij wilde eerst even observeren, rondkijken. Niet meteen meedoen. De collega's waren al met de spreker aan het in gesprek. Maar Leon ging eerst zitten en een beetje rondkijken. En dan vroeg ik hem van: Leon, zal ik je jas even aannemen? Nee, ik hou mijn jas wel aan. Zal ik een kopje koffie voor je halen? Nee, ik hoef geen kopje koffie. En hoe is het met je gezondheid, Leon? Ja, nou, dat is ook allemaal niet zo best. En draadje en een kastje. En professor in Utrecht, en die snapt er ook allemaal niks van aan. En langzamerhand ontdooide Leon en vervolgens ontsponnen zich de hartelijkste gesprekken met sprekers en met alle mensen die betrokken zijn bij het organiseren van dit college. En dat waren prachtige momenten. Wat mij ook nog opviel was dat als Leon zich inmiddels eenmaal geïnstalleerd had, op de eerste rij zat hij, dat hij dan zijn papiertjes tevoorschijn haalde en heel nauwgezet aantekeningen maakte bij datgene wat er gezegd werd. Hij was denk ik een van de alertste notulisten van onze actualiteitencolleges. Erg mooi. Ik vind terugdenkend dat die mengeling van hartelijkheid en betrokkenheid ook datgene is wat de columns gekenmerkt heeft die hij hier zo vaak heeft uitgesproken. Wij gaan in de komende half uur luisteren naar twee mensen die Leon gaan herdenken, ieder op hun eigen manier. Als eerste ga ik zo meteen het woord geven aan mijn collega Joost van Vught, programmamaker die erg vaak de actualiteitencolleges heeft voorbereid en ook dus de contacten met Leon veel heeft onderhouden. Hij zal vanuit zijn perspectief en vanuit het perspectief van het Soeterbeek-programma nadenken over de betekenis van het leven en het werk van Leon. En vervolgens is het woord aan Bert Bomert, universitair hoofddocent verbonden aan het SICOM en gedurende heel vele jaren een nauwe collega van Leon. En we sluiten af met te kijken opnieuw naar een column van Leon. Maar ik geef dan nu graag het woord aan mijn collega Joost van Vught. Dames en heren, mag ik beginnen met een persoonlijke herinnering. Toen ik in 1972 geschiedenis ging studeren in Nijmegen, 43 jaar geleden alweer, was Leon Wekke al lang een begrip op deze universiteit. Toen nog de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het was de linkse tijd aan de universiteit en alle studenten, alle studenten die ik kende, die waren links. Wat dat destijds ook mogen betekenen. Maar voor ons studenten was het korps van hoogleraren en wetenschappelijk medewerkers vooral een verzameling grijze muizen. Oudere mannen in pakken en dassen. Maar niet Leon Wekke. Hoewel ik als student geen college bij hem heb gelopen, kende ik hem wel degelijk. Met zijn krullenbol,
wilderige bakkenbaarden toen nog en sigaren toen nog, was hij een opvallende en een tikkeltje excentrieke verschijning. Once seen, never forgotten. Hij stond aan het hoofd van het studiecentrum voor vredesvraagstukken en hij was polemoloog, een onderzoeker van oorlog en vrede. En dat vonden wij als studenten allemaal hoogst interessant. Want wilde niet iedereen weten wat de achtergronden waren van de Koude Oorlog die toen in alle hevigheid woedde? En wilde niet iedereen weten hoe de Amerikanen verzeild waren in hun heilloze oorlog in Vietnam? Polemologie was hot en dat wisten ook de studenten die er niet direct bij betrokken waren. En polemologie was een links vak. Althans, die reputatie had het onder studenten, omdat we ons destijds geen bestudering van oorlog en vrede konden voorstellen zonder de begrippen kapitalisme, communisme, imperialisme en het militair-industriële complex. In de jaren 80 heb ik nog enkele malen persoonlijk contact gehad met Leon in verband met de publicatie van enkele bundels met korte studies over de geschiedenis van de vredesbeweging in Nederland. Die studies die verschenen in series van het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken. En ik was een van de redacteurs. En ik zie Marcel Becker daar staan. En dat was een andere redacteur. Het was de tijd van de grote demonstraties tegen de kruisraketten. En het was de heyday van het interkerkelijk vredesberaad. En de vredesbeweging was een actueel onderwerp ook voor historici. Na deze jaren is Leon Becker jarenlang uit mijn gezichtsveld verdwenen. En dat lag niet aan, dat lag aan mij en niet aan hem, want hij ontwikkelde zich tot een nationale bekendheid op zijn vakgebied, die door de media graag benaderd werd om zijn licht te laten schijnen op internationale conflicten. De kennismaking met Leon heb ik hernieuwd in 2009, nog niet zo heel lang geleden. Het Shooterbeek-programma, waarvoor ik toen al werkte, was begonnen lezingen te organiseren over actuele onderwerpen. En het eerste van die actualiteitencolleges zou plaatsvinden in november 2009 met als onderwerp de 20-jarige herdenking van de Duitse eenwording van 1989. Behalve een langere, serieuze lezing wilden we de bijeenkomst openen met een luchtige, gesproken column. En daarbij viel, hoe en waarom, weet ik niet meer, ik denk dat ik er zelf op gekomen ben, de naam van Leon Becker. Ik vroeg hem of hij zo'n column wilde uitspreken. En hij zei ja. En ik koos ervoor om de muur als thema te nemen. En daarover merkte hij in zijn column onder meer op. Reagan zou in der tijd, toen hij in Hamburg was, er maar net van weerhouden zijn zich onsterfelijk te maken met de uitroep "Ik bin ein Hamburger." Ik moet nog zien of, waar het in de hoogte en dikte toenemende muur in Nederland tussen een deel van de autochtone en allochtone bevolking betreft, straks een balkenende zal uitroepen "Ik bin ein Marokkaner." We vonden zijn column leuk en spits en besloten hem ook voor de volgende actualiteitencollege uit te nodigen. En voor het volgende, en voor het volgende. Zijn column over de Duitse eenwording zou de eerste blijken van een reeks van maar liefst 50 columns die hij tussen 2009 en zijn overlijden jongstleden heeft gemaakt voor het Shooterbeek-programma. Leon was bepaald niet onervaren in het schrijven en uitspreken van columns. Hij werkte al eerder bijvoorbeeld voor de Gelderlander en voor TV Gelderland. Zijn ervaring bleek uit het feit dat hij zelfs als de voorbereidingstijd heel kort was, toch altijd een spitsvondige tekst wist te produceren. Meestal had hij een dag of 5, 6 de tijd. Maar we hebben hem 1 keer niet meer dan een ochtend gegeven. En ook toen kreeg hij het voor elkaar. Leon heeft ons in al die jaren niet 1 keer in de steek gelaten. Hij heeft ons, het Shooterbeek-programma en al onze toehoorders, een groot plezier gedaan met zijn columns. Maar soms dacht ik wel eens dat we andersom Leon een nog groter plezier hebben gedaan. Want het was me al te duidelijk dat hij het schrijven van ondeugende columns een erg leuke klus vond. Zijn columns waren onveranderlijk, speels en spits. Soms koos hij voor een fabelachtige aanpak, waarin de torenkaai Gerrit, u hoorde hem zojuist, zich hem de geheimen van het torentje verklapte. Of een allochtone halsbandparkiet zich zorgen maakte over het internet. Of de dieren in het bos een politiek debat organiseerden. Of de bijen en vogels demonstreerden tegen pesticiden. Soms koos hij voor een huiselijke setting, waarin Jan-Peter Balkenende naast zijn Bianca in bed ligt
en zich zorgen maakt over de toekomst van zijn kabinet. Of waarin Barack Obama aan zijn Michel zegt dat hij een droom had over een drone. Of waarin Michelle Obama aan haar man opbiecht dat ze een mooie bos bloemen heeft gekregen van Assad van Syrië. Of waarin Geert Wilders naast zijn echtgenote opschrikt uit een nare droom over meer of minder Marokkanen. In andere columns liet Leon de goden van de Olympus aan het woord, die zich buigen over de Griekse crisis. En Leon had ook zijn bête noire. De graaiende bankiers, de Amerikaanse buitenlandse politiek, draaikonterige politici, Geert Wilders, dictators van allerlei slag, elke vorm van zwart-wit denken. Hij was ironisch, maar hij was niet cynisch. Leon heeft zich in zijn wetenschappelijke carrière veel bezig gehouden met het fenomeen van de vijandbeelden. De rol die beelden van de ander spelen in het uitbreken van conflicten en oorlogen. Die beelden worden gemaakt en gedistribueerd door regeringen en door media. En Leon ontleende aan dat inzicht een gezond en diep geworteld wantrouwen jegens de berichtgeving en beeldvorming die ons over het gebeuren in de wereld bereikt. Niets is wat het lijkt, alles is anders en alles is gecompliceerder dan je denkt. Voor positieve juichverhalen was je bij hem aan het verkeerde adres. Zo memoreerde hij eens dat men hem, als iemand die de oorlog toch had meegemaakt, voor een filmopname ter ere van Bevrijdingsdag had gevraagd wat hij van de vrijheid vond. Hij vroeg, mag ik zeggen wat ik denk? Dat mocht. Waarop Leon opmerkte, we zijn nu vrij, zei het dat de een wel wat vrijer is dan de ander. De vrijheid van de voorzitter van een raad van bestuur verschilt wel van die van een uitgeprocedeerde asielzoeker in Ter Apel. De een heeft de vrijheid zijn bonus te toucheren en de ander heeft de vrijheid zich op de Dam in Amsterdam met benzine te overgieten. Van mijn bijdrage aan die film heb ik niets meer vernomen. Het politieke spel van schijn en werkelijkheid maakte hem sceptisch, maar niet cynisch. Als je cynisch definieert als een houding waarmee men aangeeft niet te geloven in het goede in de mens. Ik denk dat Leon in wezen een idealist was. De toestand is ernstig, maar verbetering is altijd mogelijk. Leon is in wetenschappelijk en persoonlijk opzicht opgegroeid in de linkse tijd, toen marxisme en progressief denken ook hier aan de universiteit gedurende een jaar of 20 de dienst uitmaakten. Sommige studenten en medewerkers van destijds waren links georiënteerd op een weinig relativerende, ja zelfs dogmatische manier. Humorloze vergadertijgers hadden de tijd van hun leven. Dogmatisch denken was echter in de meer flexibele en genuanceerde tijd daarna niet meer vol te houden. Leon was ook kritisch en hij was ook links en hij is dat ook altijd gebleven. Maar zijn houding bleek veel beter houdbaar, omdat hij overal altijd de humor van inzag. En wie ergens de humor van inziet, die neemt ipso facto afstand, relativeert en relativeert ook zichzelf en zijn eigen standpunten. Dat maakte Leon Wekke tot een echte dwarsdenker, die zijn kritische houding kon relativeren met humor en zijn humor gewicht gaf door de ernst die eronder lag. Zijn columns waren een perfect voertuig voor deze houding, omdat zijn kritische houding combineerde met relativerende humor en een luchtige toon. Leon Wekke had in de jaren 70 al de reputatie een tikkeltje excentriek te zijn. En die reputatie heeft hij aardig in stand weten te houden. Hij voelde zich op de universiteit en in zijn werk als een vis in het water. Zozeer zelfs dat hij in 1997, toen hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, gewoon wilde doorwerken. Hij heeft daar flink wat stampij over gemaakt en eigenlijk ook zijn zin gekregen. En er vervolgens nog 18 jaar aan vastgeplakt. Je kunt veel mopperen op de universiteit. Dat een ivoren toren is en dat er veel bureaucratie is en dat er veel intellectuele prietpraat wordt verkocht. Maar ik heb het altijd de glorie van de universiteit gevonden dat er in één instituut zoveel mensen bij elkaar werken die echt geïnteresseerd zijn in wat er in de wereld omgaat. Die daar met overgave over schrijven en spreken. En die ook zonder noemenswaardige prikkels van carrière of groot geld daar tijd, moeite
en energie in steken. En nog mooier is het dat er op de universiteit ook ruimte is voor licht excentrieke persoonlijkheden die net even anders over de zaken denken en die een glanzende wetenschappelijke carrière met eerbewijzen en medailles, vergeef me de uitdrukking, aan de kont kunnen roesten. In die categorie wil ik Leon Wekker graag onderbrengen. We gaan hem missen, dat is zeker. Collega's, studenten, vrienden van Leon, belangstellenden, wellicht toevallige passanten, maar bovenal Jannie en Ivan, welkom bij deze bijeenkomst. Ik ben mij ervan bewust dat Leon over mijn schouder staat mee te kijken, zoals hij de afgelopen 30 jaar over mijn schouder heeft meegekeken. Ik ben 30 jaar aan het instituut verbonden wat Leon heeft opgericht. En aan mij de eer om namens de collega's van dit moment, de huidige generatie collega's, enkele beelden van Wekker met u te delen. Ik wil wellicht beginnen met een citaat. En dat citaat luidt: een mens wordt niet geboren om te verhongeren of kapotgeschoten te worden, maar om zijn vermogens tot ontwikkeling te brengen. Deze uitspraak van Leon Wekker, opgenomen in een prachtig interview dat enkele jaren geleden, ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag verscheen, geeft wellicht in de kern het leven en streven van Leon Wekker weer. De wereld is verre van perfect, het is net gezegd, maar laten we proberen deze een beetje beter te maken. En dat heeft Leon met verve gedaan. Onder meer de afgelopen bijna 50 jaar, u hoort het goed, bijna 50 jaar, dat hij aan deze universiteit als polemoloog verbonden is geweest. Een polemoloog, een enigszins verouderd archaïsch begrip, maar Leon bleef zich met trots als zodanig afficheren. Een polemoloog houdt zich bezig met, u hoorde het al, de oorzaken van oorlog en de voorwaarden voor vrede. Waar kwam bij Leon die betrokkenheid bij, die fascinatie voor oorlog en vrede eigenlijk vandaan? Als simpel historicus waag ik me niet graag aan allerlei psychologische verklaringen, maar ik vermoed dat die betrokkenheid nog wel eens terug te voeren op de meidagen van 1940. Na het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland voegde Leons tweelingbroer een bits toe: dat krijg je er nou van als jij je bord niet leeg eet. Ongetwijfeld zou bij de jonge, 8-jarige Leon toen al het idee hebben postgevat dat dit wel een erg monocausale verklaring van zoiets complex als het oorlogsverschijnsel is. In zijn latere leven heeft hij telkens benadrukt dat oorlog en vrede multicausale verschijnselen zijn die vanuit verschillende perspectieven en academische disciplines dienen te worden bestudeerd. Overigens, maar dit terzijde, Leon heeft in zijn latere leven ook altijd een gespannen relatie tot het eten op zijn bord gehouden. Hij heeft in menig restaurant en het bedienend personeel en koks tot een lichte vorm van wanhoop gebracht door op de vriendelijke vraag wat blieft u te antwoorden met: doet u maar wat, ik lust eigenlijk alles, zolang het maar geen vlees, aardappelen of groente is. Het blijkt, Leon, een markante persoonlijkheid, een bijzonder kleurrijk mens, een icoon van het Centrum voor Internationaal Conflict, Analyse en Management, het CICAM, maar ook, en veel breder, een icoon voor deze universiteit en voor het wetenschappelijk en maatschappelijk debat over vrede en veiligheid. Leon was 50 jaar geleden, in de roerige jaren 60, betrokken bij de oprichting van het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, nu bekend als het CICAM. Sindsdien heeft hij een grote, niet te onderschatten bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van dat instituut waarvan hij lange tijd aan het hoofd stond. Onder zijn bezielende leiding werd het een wetenschappelijk instituut dat zich vooral ook kenmerkte door een grote maatschappelijke betrokkenheid. Hoewel het SVV en het CICAM door de jaren heen zijn veranderd, hebben ze deze maatschappelijke dimensie altijd veel beter vast te houden, soms tegen de stroom in. Leon streed onvermoeibaar voor het voortbestaan van zijn instituut, dat met enige regelmaat werd bedreigd vanuit de universitaire bureaucratie. En als er weer eens een conflict met facultaire autoriteiten dreigde, meldde Leon in de correspondentie met diezelfde autoriteiten veelal blijmoedig: u mag dan een conflict met ons hebben, maar bedenk wel, van conflicten hebben wij nou net wat meer verstand dan u. Leon leverde een belangrijke bijdrage aan de vorming van de polemologie van de vredeswetenschap in Nederland. Leons onderzoek naar en reflectie op vijandbeelden vond veel weerklank, met name in de media. Tijdens de Koude Oorlog zorgde hij voor een fris tegengeluid te midden van alle anti-Sovjet-retoriek. In de jaren 80 voerde hij samen met Fred Wester een fraaie en vernieuwende inhoudsanalyse uit van de gezichten van RARA, een activistische club die in Nederland enige terroristische activiteiten ontplooide. Dit onderzoek leidde ertoe, althans zo leidde het gerucht, en een gerucht dat door Leon met veel plezier werd doorverteld, het gerucht dat de veiligheidsdiensten in Nederland meenden dat Leon meer kennis had van de achtergronden van deze activisten en daarom 's nachts in zijn werkkamer hebben ingebroken op zoek naar nieuwe informatie.
De chaos in zijn kamer was na deze inbraak overigens niet groter dan daarvoor. Na het einde van de Koude Oorlog hield hij zich onder meer bezig met de manipulatie van en door de media. En recenter richtte hij zich op het terrorismebeeld en hoe dit door de autoriteiten geformuleerde beeld fungeert als legitimatie voor allerhande kwestieus beleid. Ondanks enkele serieuze en soms wat minder serieuze pogingen, er schijnt zelfs een compleet afgerond proefschrift in zijn kamer rond te slingeren, kwam het nooit tot een afgeronde promotie. Maar Leon had een dokterstitel ook helemaal niet nodig. Als hij in de media of in het lezingencircuit abusievelijk werd aangekondigd als dokter, laat staan als professor Wekken, toonde hij zich quasi beledigd. Het was, is en zal altijd blijven dokter Anders Wekken. Terzijde, het kan amper toeval zijn dat dokter Anders Wekken, dokter Anders W., op dezelfde dag kwam te overlijden als een andere welbespraakte taalvirtuoos dokter Anders P. Leon was een zeer gewaardeerde en gekende onderzoeker, maar vooral een uitmuntend docent. Hij sloot zich niet op in zijn studeerkamer, maar bracht wetenschappelijke inzichten en kennis naar buiten. In 50 jaar tijd verzorgde hij honderden, wellicht duizenden lezingen en optredens in de media. Enkele weken geleden sprak hij hier bij Soeterbeek op deze plaats nog een column uit, naar nu blijkt zijn laatste column. In de hoogtijdagen van de vredesbeweging, de jaren 70 en 80, trok Leon, vaak begeleid door zijn Jannie, van noord naar zuid, van stad naar land. De Groene Amsterdammers schreven over deze expeditionaire vredesmacht, uitgerust met modern materieel, citaat. Hij richtte zijn luxe Peugeot in als rijdend crisiscentrum. In het dashboard werd een kleine tv ingebouwd. Achter werd een tafeltje ingeschroefd met een typemachine en een koffiezetapparaat. En zo doorkruiste Wekken, de koning van de vredesbeweging, het gehele land om een divers publiek toe te spreken over de mogelijkheden van een vreedzame planeet. Hij sprak met evenveel verve tot de hardcore van vredesactivisten als tot een vereniging van plattelandsvrouwen. Historisch is zijn toespraak tot de inwoners van Weurt, die hij exact uitlegde wat de gevolgen van een atoombom op hun gemeente zouden zijn. Einde citaat. Dergelijke voordrachten in de landen is Leon altijd blijven houden. Tot het laatst aan toe. Op de gekste plekken gaf hij zijn lezingen. Zo trok hij enkele jaren geleden naar het Achterhoekse motocross- en rockfestival De Zwarte Cross, waar hij voor een lichtelijk beneveld en verbijsterd publiek een bevlogen college gaf. Leon heeft altijd een enigszins ambivalente houding gehad ten opzichte van de autoriteiten. Aan de ene kant zette hij zich daartegen af, maar anderzijds was hij een graag geziene gast bij diezelfde autoriteit en hij voelde zich daar ook thuis. Zijn kritische beschouwingen over bijvoorbeeld het Nederlands beleid op het terrein van vrede en veiligheid vonden niet alleen een gewillig oor bij vredesactivisten en soms nietsvermoedende huisvrouwen. Ook was hij een gewaardeerde en gerespecteerde gastdocent voor diplomaten en beleidsmakers in spe op het instituut Klingendaal, voor de opleidingen van de Koninklijke Marechaussee en de Nationale Politieacademie en voor de hogere officieren van de Nederlandse krijgsmacht. Diezelfde krijgsmacht waarmee Leon Wekken op amicale, maar soms ook op gespannen voet verkeerde. Als dienstplichtig soldaat in de vroege jaren 50 maakte hij een fraaie carrière door. Van munitiedrager derde klas tot assistent sorteerder van het vuile ondergoed. Uiteindelijk kwam het toch nog goed. Leon deed als verlaten dienstweigeraar met succes een beroep op de wet gewetensbezwaren. In zijn ongetwijfeld bevlogen mondelingenverdediging baseerde hij zich vooral op argumenten ontleend uit Onverdachte Hoek, een toespraak van de toenmalige koningin Juliana. Op zijn 65e verjaardag, het is al gememoreerd, wenste Leon geen gebruik te maken van het recht om met pensioen te gaan. Sterker nog, hij weigerde gehoor te geven aan de zachte dwang die bij verplichte pensionering hoort. Hij vond het kapitaalvernietiging om iemand te dwingen met werken te stoppen en organiseerde een drukbezocht symposium over leeftijdsdiscriminatie. Hoewel hij moest afzwaaien als hoofd van het instituut, werd het hem toegestaan om ook na zijn formele pensionering aan het SICAN verbonden te blijven. Terecht. Want als hij iets niet wilde nog kon, dan was het achter de geraniums gaan zitten. De geraniums zouden het overigens ook niet hebben overleefd. Bloempotten in Leons omgeving waren vooral een verzamelplaats voor sigarettenpeuken en ongedronken bekers koffie. Leon hoopte te blijven werken tot hij erbij neer zou vallen. En dat heeft hij ook gedaan. Tot zeer recent, tot op 83-jarige leeftijd, heeft hij nog colleges en lezingen gegeven, columns uitgesproken en de media te woord gestaan en van repliek gediend. Door de jaren heen hebben letterlijk duizenden studenten van deze universiteit zijn colleges mogen volgen. Daarbij heeft hij bij velen van hen een onuitwisbare indruk achtergelaten, zoals ook blijkt uit de vele reacties op zijn overlijden. Leon was een verhalenverteller puur sang, die graag aan het woord was. Zijn colleges bestonden veelal uit voorgedragen monologen, waarbij hij wars was van moderne hulpmiddelen als PowerPoint. Overigens,
Na afloop moesten de belangrijkste aandachtspunten van het college toch wel weer onder de studenten worden verspreid. Een vorm van uitgestelde PowerPoint-sheets. De colleges waren nimmer saai. De voordrachten waren beeldend, origineel, spitsvondig, vol humor. Vanaf het eerste moment was de aandacht gegrepen. Al was het maar door de studenten enigszins confronterend tegemoet te treden met de woorden: eigenlijk stelt u niet zoveel voor. U bestaat immers voor 90% uit water. Soms waren de colleges zelfs theater. Een welluidend voorbeeld was zijn uitleg van het concept afschrikking. De kern van afschrikking is dat hij alleen werkt als een dreiging geloofwaardig is. Om dit argument kracht bij te zetten haalde hij plotseling een alarmpistool uit zijn zak en vuurde dat in de richting van nietsvermoedende studenten af. Een ervaring die erbij blijft. Maar niet alleen zijn creativiteit en welbespraaktheid maakt een indruk. Ook inhoudelijk heeft hij het denken van studenten en ook van veel collega's blijvend gevormd. Hij leerde hen om dominante beelden te ontrafelen, te deconstrueren. En om uitingen van bestuurders, politici, van media, kortom, van de autoriteiten, met gepaste argwaan tegemoet te treden. Hij inspireerde studenten om de polemologie en breder de wetenschap als levende wetenschap te zien. En om buiten de bestaande kaders te treden. Leons kritische, soms tegendraadse houding kenmerkte hem ten zeerste. Een oud collega merkte in dit verband eens op dat hij eigenlijk altijd al in het verzet heeft gezeten. Dat begon natuurlijk met het door Leon zelf verspreide, maar apocryfe verhaal dat hij in de meidagen van 1940 op de Grebbeberg eigenhandig meerdere Duitsers heeft omgelegd. Maar daarna zat hij wel in het verzet. Of het nu tegen het militair-industrieel complex was, of tegen een door hem niet hooggeachte Duitse hoogleraar, tegen het verbod op roken op de werkplek of tegen de belachelijke regel dat je op je 65e moet stoppen met werken. Leon was een dwarsdenker. Iemand die zich niet conformeerde aan gangbare meningen, maar juist het debat zocht. Leon was de eerste om te erkennen dat in elk debat, in elke discussie voor hem ook een recreatieve waarde zat. Debatteren en discussiëren, het kruisen van de verbale degens is onderhoudend, uitdagend, leuk. Het debat werd op het scherpst van de snede gevoerd, maar het werd nooit een confrontatie. Mede dankzij zijn humor en zijn welsprekendheid. De bijdrage aan het debat was altijd kritisch en tot nadenken stemmend. Tegelijkertijd ook grappig en origineel qua vorm. De regelmatige bijdrage aan het Zoeterbeek-programma, toevallig precies 50 heb ik begrepen, getuigen daarvan. Kritische dwarsdenkers als Leon lijken steeds schaarser te worden. Ook en juist aan de universiteit. In tijden waarin volgens sommige critici de universiteit steeds meer gaat lijken op een leerfabriek, gericht op het vooral reproduceren van kennis, op het rendementsdenken, in die tijden ontstaat behoefte om terug te grijpen op de essentie van academische vorming. Het kritisch reflecteren op en nadenken over de betekenis van die kennis. En Leon was daar een meester in. We kunnen ons het ziekam bijna niet voorstellen zonder Leon. Zijn aanwezigheid vergrootte het plezier dat wij in ons werk hadden en hebben. Hij zorgde voor reuring, doorbrak de sleur, gaf kleur aan iedere werkdag. De enorme chaos op zijn werkkamer die totaal werd bedolven onder enorme stapels papier is legendarisch. De opeengestapelde honderden lege sigarendozen maakten het betreden van zijn kamer altijd weer tot een ware avontuur. Wanneer bezwijkt de stapel eindelijk onder de zwaartekracht? Leon zat vol verhalen, grappen, grollen. Talloos zijn de vaak hilarische anekdotes. Een geliefd onderwerp was daarbij zijn omgang met het dierenrijk. Een volstrekt uit de hand gelopen konijnenpopulatie, ooit begonnen als de onbevlekte ontvangenis van een als mannetjeskonijn aangereikte, maar na later bleek zwangere konijnenmoeder. Na verloop van tijd, en u weet, bij konijnen kan dat snel gaan, was de achtertuin in Wiegen omgevormd tot één golvende massa van honderden konijnenpelzen. Toen ook Leon het te gortig vond, hebben we die in de holst van de nacht uitgezet op verschillende locaties in de omgeving, van de bossen in Malden tot aan de trein van het Doveninstituut in Noord-Brabant. En dan zijn hond Jury. Jury werd meegenomen naar het instituut en liet met zijn geblaf merken of een bezoeker wel of niet welkom was. En in de middagpauze in de kantine kreeg Jury de sappige hamburger gevoerd, terwijl Leon op het bijbehorende droge broodje kauwde. Leon was een markante verschijning op de campus. Aanvankelijk nog getooid met lange bakkenbaarden, waaruit een pijp, sigaar of sigaret tevoorschijn stak, maar altijd met een wilde krullenbos, die in de verte enigszins deed denken aan Gaddafi. Toen een journalist eens opmerkte dat Leon op deze Libische leider leek, antwoordde hij spontaan: dat is een oom van mij. Ook Saddam Hussein en Mladic behoorden ook als ooms overigens ook tot de familiekring, aldus Leon. Dit zijn slechts enkele van de wellicht honderden anekdotes die over Leon te vertellen zijn. Iedereen hier aanwezig heeft ongetwijfeld zijn of haar eigen verhalen over hem.
koester ze. Leon is en blijft een inspiratiebron, een kritisch kompas. Voor ons, zijn collega's en zijn studenten en de velen die hem tijdens colleges, lezingen en talloze optredens in de media hebben aangehoord of die anderszins kennis hebben genomen van zijn columns en artikelen. Maar bovenal was Leon een markant, charmant en amabel mens. Met een groot rechtvaardigheidsgevoel en een diepe compassie voor medemens en dier. Laat me eindigen met hetzelfde citaat als waarmee ik ben begonnen. Een mens wordt niet geboren om te verhongeren of kapotgeschoten te worden, maar om zijn vermogens tot ontwikkeling te brengen. Ongetwijfeld zou Leon er in het licht van de actualiteit nog aan hebben toegevoegd: nog wordt de mens geboren om als vluchteling op de Middellandse Zee te kreperen. Laat die bekommernis om het lot van de medemens de intellectuele erfenis zijn van Leon. Een erfenis die wij binnen het SICAM, maar ook ver daarbuiten, met ons meedragen. Ik dank u voor uw aandacht. Heel hartelijk dank Bert Bomert, heel hartelijk dank Joost van Vught voor jullie terugblik op leven en werk van Leon Wekke, deze eigenzinnige, zachtaardige rebel die we gaan missen. Wat betreft het Zoeterbeek-programma en Vox zullen de actualiteitencolleges ook niet meer dezelfde zijn. Voordat wij dit actualiteitencollege gaan afsluiten, wil ik u allemaal uitnodigen om samen met ons een kopje koffie of thee te drinken, hier direct om de hoek in de refter, en nog te praten over alles wat we gehoord hebben en herinneringen aan Leon uit te wisselen. Er ligt hier een gedenkboek. Wie wil, is van harte uitgenodigd om daar wat in te schrijven. En dan tot slot, om deze bijeenkomst af te sluiten, is uiteraard het laatste woord aan Leon. Hij sprak in maart van dit jaar een column uit naar aanleiding van de terugkeer van de Wolf. Dames en heren, het was altijd weer een hele ervaring om als kind geconfronteerd te worden met het huisje van oma. De oma van Roodkapje wel te verstaan. Roodkapje was nog zichtbaar, maar de grootmoeder zat al in de buik van het beest. Zoals door een raampje viel waar te nemen. Het moment suprême van het verslinden, wat je als kind ook al graag gezien had, werd je in Burgers Dierenpark, dat toen nog lang geen Burgers Zoo heette, onthouden. Maar voor de kinderlijke fantasie was voldoende voorwerk gedaan. Waar ook nog bij kwam, het was ik meen voor de oorlog, dat een echte wolf, dan wel een op een wolf lijkende hond, achter het hekwerk zichtbaar was. Wie moet er bij het woord wolf niet aan Roodkapje denken? De wolf, een van de meest sociale schepselen, heeft het met de mensheid niet erg getroffen. Het grimmige sprookje van Roodkapje is slechts een van de vele mythen en lasterpraatjes die het dier ten deel vielen. Terwijl wij toch Rome aan een zogende wolvin te danken hebben, moest er meteen ook de moord van Romulus op zijn tweelingbroeder Remus aan worden toegevoegd. Homo homini lupus geldt nog steeds als een waarheid die door denkers en schrijvers vanaf de oudheid is verkondigd. De mens lijkt vergeten hoe, bij ontstentenis van ouders en opvoeders, de wolvin erin slaagde één mensenjong als ware het eigen nageslacht groot te brengen. De wolf is slachtoffer van een negatief, autistisch vijandbeeld. Een uitzondering moeten we maken voor de oorspronkelijke bewoners van Amerika die het over broederwolf hadden. Maar bij ons overheerst het beeld van de boze wolf. En niet alleen met betrekking tot de geitjes en de biggetjes. En of het allemaal nog niet erg genoeg is, is de weerwolf uitgevonden. De mens die zich bij volle maan tot wolf transformeert en zich met het verscheuren van dieren en mensen onledig houdt. Soms worden mensen naar de wolf genoemd. Men denkt aan de naam Adolf, die een samentrekking is van adel, edel en wolf. Adolf betekent dus edele wolf. Na de Tweede Wereldoorlog is die naam wat in onbruik geraakt, maar daar kan dat arme beest ook niets aan doen. Ook niet aan het feit
dat de succesvolle episode van het Duitse onderzeebootwapen te danken was aan de wolfsroedeltactiek, waarbij individuele onderzeeërs naar prooi zochten en na het vinden ervan het hele roedel informeerden, waarna deze gemeenschappelijk in de aanval gingen. En nu heeft de wolf de Nederlandse grens overschreden. Het bleek een zeer publieksvriendelijk beest. Of de eigenaar het hek heeft open laten staan, dat weten we nog niet. Maar de wolf komt er wel aan. Eerst een lone wolf, waarvoor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding ons dagelijks waarschuwt. Maar straks, naar Duits gebruik, hele horden die zonder het te vragen ons vaderland binnenvallen. Het zal niet de eerste keer zijn. Het zal ons overigens niet meteen opvallen. Er zijn immers al hele troepen wolven onder ons. Te weten, geldwolven, zoals in schaapskleren gestoken en rijk van bonussen voorziene bestuurders van zorginstellingen, bankiers als mede politieke wolven die meehuilen in het bos van de coalitie. En wat de echte, natuurlijke, natuurnoodzakelijke, onvermijdelijke wolf betreft, één wolf maakt nog geen zomer. Alhoewel, als er één schaap over de dam is, volgen de wolven vanzelf. Oh!